Goedemorgen, we hebben vandaag lekker opgestaan. En ik wil vandaag alles uit mijn dag halen. Ik heb vandaag even gaan sporten. Zoals je ziet ben ik van de trap aan het aflopen. Dat heb ik ook heel lang niet gedaan. En nu ga ik even een uurtje halen. Het is echt lang geleden. Ik heb er echt zin in. Ik voel me echt goed. Dus let's go. Zo, ik weet niet of jullie mij nu goed kunnen horen door de wind. Maar ik wil even een update geven rondom het vocht vasthouden. In mijn lichaam. Het gaat eigenlijk iets beter. Ik denk zelf doordat het gewoon wat kouder is. Het is niet meer zo vies warm. Ik ben natuurlijk al een paar dagen wat gezonder aan het eten. Dat scheelt ook heel veel. En meer water aan drinken, thee aan het drinken. Ik ga nu weer beginnen met meer bewegen. En dan denk ik dat het weer allemaal een beetje normaal wordt. We waren net onderweg. Twee mannen helemaal aan het flippen tegen elkaar. Omdat één iemand iets verkeerd had gedaan. Een verkeer of zo, weet ik veel. Mannen flippen altijd zo erg in het verkeer. Dat heeft Nessie ook. Maar dat vind ik echt zo vervelend. En kinderachtig en onnodig. Iedereen maakt wel eens een fout in het verkeer, weet je wel. Maar mannen vinden dat echt gewoon not done. Zo. Ik ga nu even naar de Albertijn. Want ik wil lekker een gezond ontbijtje maken. En daarvoor heb ik eieren nodig. Dus dat ga ik halen. Echt weer lekker. Echt weer gewoon zin om gezond te doen. En ik weiger nu gewoon om een broodje of zo te eten. Oké, voor alle mensen die eigenlijk eieren niet zo lekker vinden. Of gezond aan het eten zijn. En niks anders hebben dan eieren thuis. Haal alsjeblieft spitskool. Tenminste, je moet wel echt van spitskool houden natuurlijk. Maar deze smaak gaat zo erg overheersen dat je de eieren dus gewoon totaal niet meer proeft. Oké, wat je doet is dus gewoon olijfolie in een pan. En dan doe je gewoon spitskool in een pan. Deze ga je bakken en op smaak brengen. Je mag zelf weten welke kruiden je erin doet. Ik doe altijd Himalaya-zout. Doe er nog knoflook en peper bij. En ik doe er heel veel chilipoeder bij. Maar ik vind pittig eten gewoon heel erg lekker. Zo. Dan heb je dit. Dan doe ik even in een kommetje twee eieren. Hier gewoon zout en peper erin. En dan gaan we het even mixen. In principe zodra de spitskool een beetje zacht is, maak je even een rondje zo. Dan doe je de ei eroverheen. En dan heb je dit. En dan na twee minuutjes even, dat moet je hem even straks omkiepen. En dan heb je dit. Bijna klaar. Misschien ziet het er niet heel lekker uit, maar je proeft echt totaal geen ei. En dan doe ik hier nog overheen een sausje. Doe een beetje hot sauce of sambal, wat je ook lekker vindt, ketchup. En ja, kijk, het is hem. Gewoon heel simpel en echt heel lekker. Doe ik er nog een beetje hot sauce overheen. Hij is echt lekker, guys. Zo'n ding hoef ik alleen niet aan Nessie te geven. Een spitskool omelet. Nou guys, ik ben inmiddels met Nessie thuis. Nessie in de auto. Sorry. Ik ben met Nessie in de auto. Wij gaan lekker even naar de Mediamarkt. Denk je wel. Ja. Ik moet daar even een statief halen. Die heb ik gewoon nodig voor, even voor de samenwerking. Het is heel handig om samenwerking zelf zeg maar te filmen en zo. In ieder geval, ik zal het nog even uitleggen. Ik ga even een statief halen waar ik dus ook mijn mobiel op kan doen. Zodat ik foto's kan maken met mijn mobiel. Normaal gesproken gebruik ik die altijd voor de camera. Maar je hebt dus ook een speciale voor je mobiel en die ga ik vandaag halen. Nessie zit al eeuwen tegen mij te zeggen dat ik die statief moet halen. Ja. Maar ik heb niet geluisterd. Zodat ze de weten wat ik wil. Zes. Het is echt last minute gewoon. Het is nu 5:30. Ik ga dus eindelijk halen. Ik moet toegeven dat ik het gewoon wel nodig heb. Kijk, ik bedoel dus dit ding. Zie je? Hier kan ik lekker mijn camera of mijn mobiel erop doen. En foto's maken. Maar hoe lang is deze statief eigenlijk? We zitten hier letterlijk voor de deur in de zon. Om te genieten van de laatste zon. Oh. Hey, gisteren of ergens, wat was het nou? Was de laatste warme dag van het jaar, wist je dat? Eindelijk. In ieder geval, we hadden het er net over dat ik had vroeger dus een thuiskapper die kwam. En die had één keer mijn haar dus helemaal gewoon verneukt.
Want dat is ook even best precies. Ze had het echt zo hoog geblondeerd. Dat het gewoon begon af te breken. Oh. Toen moest ik mijn haar helemaal kort knippen. Oh. En toen heb ik echt zo hard gehuild. Maar we hadden het erover dat... Omdat ik dus zo aan het huilen was, dat Nessim dus mijn kapper ging bellen. Dat ik tegen haar zei van... Ja, mijn vrouw is nou aan het huilen, dus je moet mij even met een oplossing komen. Regel dat maar. En toen dacht ik, ja, mijn vrouw is aan het huilen. Beter ga je iets fixen, want ik heb hier geen zin in. Ik heb geen zin in huilende vrouw. Toen kwam ze wel, hè? Ja, ze kwam daarna wel. Maar ja, had ze zo'n gekleurde moezem aangedaan, of dat het ging redden. Maar ja, goed, het was ook echt een slechte kapper. Man. Sorry, not sorry. Maar, ja. Dat was niet. Ja. Ik heb ook zo vaak de behaard verpest. Ja, want ik, iemand vroeg in de comments dat ik liet oude foto's van me zien van wil je niet meer zulke lang haar, want ik had vroeger echt heel lang haar, hè. Ja. Maar ik heb het dus een keer verneukt bij een kapper en ik ben nu weer in een proces om het weer een beetje gezond te houden. Maar jouw haar hoeft niet per se lang te zijn, vind ik. Nee, vind je kort mooi? Gewoon zo lekker zonder alles. Ja, Nessie vindt gewoon eigenlijk heel mooi als ik een beetje kort schat op mijn schouder en dan gewoon heel veel volume. Dat vindt Nessie echt heel mooi bij mij. Dus dat scheelt, mijn man in ieder geval mooi vindt. Dus als jij je haar ook zeg maar zo strak doet met een knotje, zeg maar, dan maakt het ook niet heel uit hoe lang je haar is. Vind je het mooi, mijn knotje? Dat vind ik wel mooi. Nou, kijk, ik heb gewoon een makkelijke man, jongens. Hij vindt me altijd mooi. Geweldig. Ja. Mijn kont is nog wel een beetje koud, hoor. Het is wel warm. Niet mijn auto haar lekker. Zo, ik heb heel weinig gevlogd vandaag, want we zijn vandaag even naar familie toe geweest. We zijn daar eigenlijk de hele dag geweest en ik wou daar niet vloggen. Ik heb mijn camera ook echt totaal niet meegenomen. En wij gaan nu even samen koken. We hebben echt honger. Het is echt best wel laat. Ik denk dat het al 10 uur 's avonds is of zo, maar we hebben gewoon echt heel erg veel trek. Dus onze Albert Heijn staat er met 10 uur geopend, dus we hebben hem echt gewoon net gehaald. We gaan vandaag iets speciaals maken. Ik laat jullie even zien wat Nessim aan het maken is, maar ik heb er echt heel veel zin in en hij ook. Nessim gaat vandaag mosselen voor ons maken. Ja. Yes. Heel leuk. En we hebben dus mosselgroenten erbij en we hebben mosselkruiden. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dus een filmpje gekeken om te zien hoe het moet. En hij gaat het jullie nu uitleggen. Oh, nou, je moet eerst de groenten bakken. Ja. Als je hebt gebakken, doe je even de kruiden erbij. Ja. Daarna doe je de mosselen erbij. Ja. En daarna doe je water erbij en dan ben je klaar. Oh, dat was het. Dat was het. Ja, normaal doe je ook nog wijn erbij, toch? Ja, maar wijn normaal. Het is wel goed, denk ik. Goed, het ruikt gewoon precies hetzelfde als laatst. Het heeft echt goed gedaan, hè? Ik hoop het. Love it! Oh yes! Genieten van het leven, jongens. Heerlijk. Ik heb er lekker een Pepsi Max erbij.